I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Het is weer een nieuwe dag, een hele mooie dag. En het is zonnig, maar het was wel een beetje koud. We dachten, ja, even naar buiten, maar de wind beving ons van de kou. Precies. Hele slechte Nederlandse zin, denk ik. Beving ons van de kou. We waren bevangen van de kou. Het was gewoon koud. Het was gewoon koud. De wind was koud. Ja, we zijn gevraagd door Stan om even een leuk interviewtje te doen. En we willen je nu even een klein stukje laten zien wat hij voor jullie heeft ingesproken. Lieve kijkers van Sergio en René. Ja, ik ben helaas geen Sergio. Mijn naam is Stan. Ik heb Sergio en René gehad in mijn YouTube-show Onderweg naar Succes. Met de video kun je checken in de beschrijving. En abonneer ook zeker op mijn YouTube-kanaal. Smash die abonneerbutton. En vergeet ook zeker dat belletje even niet om het aan te zetten om geen enkele video van mij te missen. Check de video Onderweg naar Succes met Sergio en René. Je bent van harte welkom en ik zie je daar. Zo, ja, dat was dus Stan. Zoals jullie kunnen zien, Stan is... enthousiast, leuk, jong en van de week stuurde Stan ons een berichtje op een van onze video's met de vraag of wij een soort van samenwerking aan wilden gaan en of wij interesse hadden in een heel leuk interviewtje onderweg naar succes en dat hebben we dus gedaan. Dat kun je dus zien op zijn kanaal. Vergeet ook niet te abonneren zoals hij zegt, smash the button, superleuk. En we hebben ook kapot gelegen van het lachen. En, link staat hieronder. Was heel erg leuk. En we gaan nu eventjes terug in de tijd. Want we waren van de week een heel leuk videootje aan het opnemen. Over Game Night. Dus we hebben een spelletje gekocht. Dus aangezien we al heel lange tijd thuis zitten. We gaan dus terug in de tijd. Naar voordat ik ben geknipt door René. Omdat we toen nog een leuk filmpje aan het maken waren. Over dat we een leuk spelletje gekocht hadden. Daar gaan jullie nu naar kijken. We hebben het die avond niet af kunnen maken door wat omstandigheden in de familie. Dus we gaan hem afmaken. Veel plezier. It's game night. Game night. Tweede spelletje van vanavond. Ja. Risk. We hebben ons... De zesde... Wat? We hebben onze portemonnee even leeggemaakt aan bordspellen weer. Ja. Het, ik dacht in eerste instantie dat dit ging zorgen voor minder uitgaven, maar... Nee. Hoeveel was het? 80 nee. euro? We hebben 80 euro aan spelletjes gekocht. Daar hebben we wel 3 spellen voor. Ja? Ja. We hebben een nieuwe airfryer gekocht. Ook een nieuwe airfryer gekocht, ja. En... Worden steeds dikker. Ja. Volgens mij heb ik het al eerder gezegd, maar ik ben echt met de dag aan het groeien. Ik weet niet meer hoe zit. Cool. Ik had ook net iets heel leuks gekocht bij Bershka. Pas ik niet. Heel leuk, inderdaad. Ik krijg gewoon niet dicht. Ga je hem daarom niet laten zien? Nee. Oh. Ik wou nog zeggen dat... nog steeds met de crisis zitten... Er is weer een hele hoop gebeurd eigenlijk, de afgelopen paar dagen. Peter die heeft ervoor gekozen om dit jaar alle shows te plukken. Want we kunnen niet plannen op deze manier. Dan wordt het weer tot 6 april, dan is het weer tot 1 juni. Mensen kopen geen kaartjes, zijn helemaal met andere dingen bezig. Ontzettend logisch natuurlijk. Was het gewoon een beetje van verzetten. Ja, precies. Daar worden de mensen ook niet vrolijk van. En het is dan altijd maar afwachten, ook als je aan het einde van het jaar inplant, of het dan wel doorgaat. We weten gewoon niet hoe het gaat lopen. Dat is inderdaad. Dus het was gewoon niet te doen. Dus de show is voor 2020 helemaal uitgehaald. Iedereen gemaild, iedereen op de hoogte gesteld. En wel iedereen heel begripvol, dat is wel heel fijn. En zodra het kan, gaan we gewoon weer wat nieuws plannen en... Dat zien we dan maar weer wat de toekomst brengt. Ja. We vonden het daarom wel heel erg leuk om, de eerste aflevering, de enige aflevering die we hebben gemaakt voor Ik Zie Wat Jij Niet Ziet, om die in ieder geval ook op ons kanaal te plaatsen. Dus dat hebben jullie ook mee kunnen krijgen. Zo niet, check hem dan nog even, want we zijn heel benieuwd. Want we zijn er wel trots op, er zit heel veel werk in. Welkom bij de eerste aflevering van Ik Zie Wat Jij Niet Ziet. We zijn vanavond in Tilburg bij Nina.
Nina heeft 2 jaar geleden haar moeder verloren omdat zij op gruwelijke wijze is vermoord. Zij is op straat komen te overlijden door een messteek. De politie loopt vast en zelf weet ze eigenlijk niet heel erg veel van wat er die avond precies is gebeurd. Daarom heeft Nina de hulp ingeroepen van Nederlands bekendste paragnost, Peter van der Hurk. Wij gaan vanavond naar haar toe om te kijken of we haar een stapje verder kunnen helpen. Mijn naam is Sergio Politi. Mijn naam is René van Ginkel. En dit is Ik zie wat jij niet ziet. Ik ben heel druk bezig met logopedie op afstand. Heel erg aparte ervaring, maar nou, het voelt wel goed. Hopelijk kan ik er volgende week wel naartoe. Want ik heb dus een sulcus op mijn stemband. En weet je niet wat het is? Dan moet je het even googelen, want ik kan het ook niet uitleggen. En toen werden we vanmorgen, of vanmiddag eigenlijk, kregen we een heel vervelend berichtje dat een van de beste vriendinnen van mijn moeder waarschijnlijk komt te overlijden vandaag of morgen. En die kwam ook wel eventjes binnen. Ja, want het moeilijk is natuurlijk nu ook dat je geen afscheid mag nemen. Omdat er anders te veel mensen over de vloer komen. En hetzelfde geldt dan natuurlijk ook dadelijk voor de uitvaart. Ja. Dus ja, hele moeilijke tijden. Ja, het is gewoon echt kloten. En ik had vandaag koorts, dus ik moest thuis blijven. En ik vraag me af wat daarin het protocol is eigenlijk. Dat als ik nu morgen of overmorgen geen koorts meer heb, zeg maar, dat ik dan weer meteen mag gaan werken. Of moet ik dan weer 2 weken wachten? Ik heb überhaupt geen idee. Bij mij is, bij jou zouden de regels wel weer anders zijn dan bij mij. Bij mij is het eigenlijk al zo dat als iemand in mijn gezin ziek is, dat ik ook al niet mag werken. Ja. En nou is het al zo dat Jesse Silver al meer dan een week gewoon een loopneus heeft. En ook echt. Verhoging af en toe. En ook verhoging af en toe en een koorts. En dan... Dus ja, hij kan sowieso niet naar de opvang. Dus ik zit sowieso thuis. Ja. Nu heb ik thuis wel nog een beetje gewerkt, maar... Nou, weer genoeg geluld. Risk. Nou, we gaan naar. Ja. We gaan een spel doen. Nou, ik dacht gewoon even. Ik dacht gewoon eventjes wat extra. Ik dacht gewoon eventjes. Waaronder dus. Brings back memories dit. Het is echt leuk. We zagen dus Risk. En Sergio die heeft er wel vaker gespeeld. Ik eigenlijk niet. Ik kan me ook eigenlijk helemaal niet herinneren hoe het werkt. En we zagen dus 2 versies. Eigenlijk de gewone versie, maar ook de verjaardagsversie. En ja, ik ben altijd zoiets van, als ik dan iets koop, dan moet het ook gelijk goed zijn of bijzonder. En ik vond die doos al heel erg mooi. Dus dan moet het die worden. Ja. Trip down memory lane. Weet je met wie ik dit speelde vroeger? Met Mitch. Nou, als het weer kan, dan kunnen we het samen spelen. We gaan hem open doen. Er zit ook een leuk boekje bij. En eigenlijk waar het op neerkomt is dat ze dus alle versies laten zien. En het huidige Risk-spel was initieel een Frans spel genaamd La Conquête du Monde. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Of Verovering van de Wereld. En nu staat het dus bij 2019. 60 jaar na het begin is Risk nog steeds een van de meest populaire en invloedrijke strategische bordspellen van de wereld. Deze speciale 60ste verjaardagseditie brengt hulde aan de geschiedenis van Risk. En bevat de originele spelregels van La Conquête du Monde. Dus dat is wel cool. Dus we gaan eigenlijk, als ik het begrijp, het spel spelen zoals ze dat 60 jaar geleden deden. Ja. Een 5. Yes! Lekker. Ja, we zijn gelijk een leger aanvalsspel aan het doen. En je bent gelijk helemaal bam bam. Helemaal niet. Je komt gewoon door de
quarantaine komt dat. Het al te lang op elkaars lip. Ik heb er helemaal geen last van. Ik kan heel dag met jou op mijn lip zitten. Wat? Ja, maar dan? Kut 1! Ja, die hoef je niet te gooien, want die heb ik toch al verloren. Gewoon. En gooi leuk. Ook gewoon 1. Ja, dat is gewoon. En dan heb ik sowieso gewonnen, dat is leuk. Dank u. Dank u. Zo naar. Naar. Nacht. We sluiten hem af voor vanavond. We gaan lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Later. Nou ja, het is echt veel te donker. Mag ik ook met de lift gaan. Eindelijk. Na 3/4 jaar of zo. Eindelijk de motor op laten halen. En... Die gaan nu richting de monteur. En de monteur die gaat er weer wat moois van maken. Ik schaam me kapot. Ik schaam me kapot over hoe die motoren eruit zagen. Ja, ze hebben gewoon 9 maanden of zo buiten gestaan. Niet gebruikt. En weer en wind is er overheen geweest. Sorry Robert. Maar ik heb alle vertrouwen in dat hij er weer iets moois van gaat maken. Dus. Voor het eerst in mijn leven heb ik een. Ja, kom aan. Een soort van. Nee, niet zo. We hebben een airfryer gekocht. Ik heb nooit frietpan gehad thuis. Nee. Nee. En nu hebben we gewoon een airfryer. En maar die is wel gezonder, hè? Ja, gezonder. En ja, heel handig. Niet zomaar een kleine. We hebben gelijk een hele dikke Philips Advanced XXL airfryer. Hij piept. Hij zegt, laat me niet langer wachten. Aandacht. Zo. Zo. Nou, hij geeft... Zo. Misschien moet hij daarom geen voorverwarming. Hij is behoorlijk warm. Nee, maar ik had dus gelezen... We gaan het even testen met de Old Amsterdam Kwekkenboom. Het zijn in ieder geval speciaal voor... airfryer. Dus ik stel in op 8 minuten. Moet hij wel op 200? Hij moet op 200. Ja? Ja. Go. Dat stond op het plaatje ook. Nee, maar maximaal is goed. Nou, poepie. Dan gaan we dan. Op de gezonde bitterbal. Een soort van gezonde. Alsjeblieft. Ja, ook een bitterbal. Oh ja, maar ik dacht die jij mag gewoon lekker. Ja, oké. Okay. Proost. Wil je geen sos? Is die heet? Maar wel knapperig. Ja. En heet. Dat is goed, allebei. Dat is wel een voornaamste inderdaad, dat die knapperig is en heet. Ja. Want anders hoef ik hem niet, hoor. Oh, ja. Gooi je... Nee, mosterd. Ja, dat... Godverdomme. Ja, het is donker, gelukkig. Die is echt eigenlijk pittig. Hè? Wij willen pittige mosterd, maar dat hebben we gekregen. Nou, we gaan verder met onze game. Ja, zo zag je dus van de week dat ik lekker aan kop ging. Ik had Australië en ik was echt de hele globe aan het kankeren. Veni vidi vici. Ik overwon. En inmiddels zijn de rollen volledig omgedraaid. En ja, het hoort erbij. Probeer rustig te blijven. Alleen als de dobbelsteen weer op 1 komt, dan gaat mijn Siciliaans hart toch wat sneller kloppen. En dan... Maar ja, het gaat met René ontzettend lekker. Ja, eens even te kijken. Zal ik er nog eentje op Italië zetten? Ja, zet er lekker eentje op Italië. Doe maar. Ja.
Zoals je ziet heb ik hier mijn leger staat. Focus op mijn leger. Ja. Aan de zijlijn. En René heeft de luxe positie dat ze niet weet waar ze dat paard neer moet zetten. Ja. Dus, dames en heren. We zien het morgen wel. Ga lekker slapen. Vond je dit weer een leuke vlog? Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En op belletje te drukken. En vergeet niet bij Stan te abonneren. Oh ja. En naar het interview te kijken. Ja. En wij zeggen voor nu welterusten. En graag zien we jullie weer bij de volgende video. Ciao. Ciao, 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 ciao. Maar ik geef het op, schat. Had nog enigszins tegenstand willen bieden. Ja, dames en heren, daarachter. Helemaal daarachter. Oh ja, daar heb ik nog 3 landjes. Oh ja. Ja, want bruin is ook voor mij, want ik had te weinig leger. Ja. En ze valt mij dus aan op mijn 1 van mijn laatste gebieden. Met 3 dobbelstenen. En wat gooit ze? Jawel. Jotse. 3 of a kind. Pokerface. Maar ja, als jij nou 6 gooit, hè, Poppie, dan ben ik nog niks. Je gooit een 6. Nou, eentje. Ja, maar je hebt er ook nog maar 1 staan. Dus je mocht niet eens met 2 gooien. dat is waar. Dus ja, eigenlijk moet hij opnieuw nou. Nee hoor, grapje. Grapje. En mijn befaamde 1. Nou ja, oké. Okay. Laten we zeggen dat je 2e gooi was. Want dat maakt dan ook niet uit, hoor. Nee, precies. Doe maar vast in je doosje. Ja, doe maar in mijn doosje. Ja. Dankjewel. Doe maar even in je doosje. Top. Zal ik met mijn kanonskogel gaan? Fuck you, jongen. Hier met jou. Ja, ik denk het wel. Even tegen ze willen, maar met kanonskogel. Ik doe wel 3, ja. Ik gooi maar met 1, ja, want ik durf dat. Ja, dank je. Ik schuif even 1 van mijn andere door, dan ga ik even door naar jou. Oh, ja. Laatste, dat is midden aan Amerika. Ja, maar die kan je niet binnen, hoor. Hey. Hey. Ik heb nog maar 9 kansen. You're dead, please. Ik heb gewonnen. Zeg maar dan. Zeg maar dan. Weet niet, zeg maar dan. Winnie Vidivici. Leger erbij moest roepen. Ja, jammer. Het was leuker geweest als het gewoon helemaal Groen was geweest. Helemaal groen, ja. Tyfus.